Het Groot Heilig Land heet zo naar de vele kloosters die hier vroeger stonden. In deze straat vinden we het voormalige Sint-Elisabeths gasthuis. Boven de toegangspoort een reliëf dat uitbeeldt een zieke in de lappenmand. Wat verderop, aan dezelfde kant van de straat, staan de provenierswoningen. 12 identieke huisjes waar zogenaamde proveniers woonden. Proveniers ontvingen tegen betaling onderdak en verzorging van het gasthuis. Ik denk dat we ze in de moderne tijd aanleunwoningen zouden noemen. Tegenover de provenierswoningen staat het Frans Hals Museum. Het museum is in 1611 door Pieter van Kampen gebouwd als een verzorgingshuis. Het gebogen oudje met wandelstok boven de poort spreekt wat dat betreft boekdelen.